Mensen, we gaan beginnen. Mag het gewoon in Nederlands, dat is echt fijn. Ik heb wel de sluits in het Engels dit keer. Oké, we gaan hem gewoon in het Nederlands doen. Jongens, 2 jaar geleden heeft Marcel een talk gedaan. Trust me, I'm a social engineer. Dit is Trust me, I'm a social engineer, deel 2. Dus hartelijk applaus voor Marcel. Ik moet jullie zeggen, ik heb de afgelopen tijd hartstikke druk gehad. Jullie hebben Marjolein zien lopen met de kinderwagen. Dat doet iets met je tijd, zeg maar. Er gebeurt van alles met je schema. Dus ik had tot eigenlijk gisteravond zoiets. Wat ga ik doen? Oh, weet je, ik ga allemaal leuke dingen opzommen uit het nieuws. En toen kwam Brenno. En die heeft zo'n beetje 80%, misschien 97% van mijn grappen gestolen. 97% is een bijzonder getal, heb ik me laten vertellen. Dat is plagiaat. Ik weet wat jij daarmee doet. De talk is een klein beetje anders geworden dan ik hem eigenlijk voor ogen had. Dus vergeef me bij voorbaat als ik af en toe struikel over mijn eigen slides. Dit is van vorig jaar. Wie was er vorige keer? Ja, precies. Oké. Nou, even iets over mezelf dan. Dan ga ik heel snel doorheen. Wat ik denk dat ik doe. Ik heb heel veel pentests meegelopen en dan voel je echt wel een beetje James Bond op het moment dat je bezig bent. Mijn omgeving denkt daar anders over. Die denken dat ik praatjes verkoop en dat doe ik ook. Mijn vrouw die heeft een hele eigen opvatting. Die kon ze straks zelf toelichten. Ze is een groot Disney fan. En als je social engineer bent, dan merk je overal waar je komt dat mensen, ook je vrienden, toch iets hebben van... Ik weet niet of ik dit kan vertellen of... ze worden wat voorzichtig om je heen. Wat ik in het echi doe, dat ben ik niet trouwens, die foto. Dus plagiaat. Maar ik doe onderzoeken voor de Rijksoverheid. Ik zit in een af en toe in een red team nog. Maar vooral in een kenniscentrum. Ik geef guest lectures voor scholen. Maar ook voor Security Academy in Woerden. Daar doe ik de cursus Social Engineering. Dus 2 dagen. Ja, daar word je natuurlijk een top social engineer van als je daar vandaan komt. Dat snap je wel. Maar je leert wel goed de basis. We hebben bij die cursus hebben we een spelletje bedacht. Dat je toch de mensen in de klas elkaar kan laten social engineeren. Daar hebben we best lang over moeten nadenken. Want ja, als ik tegen jou ga vertellen, ik ga je nu social engineeren. Dan denk je, klaar, helemaal dicht. We hebben iets gevonden dat toch werkt. En we halen gewoon een aantal... hele sterke punten uit het totaalpalet om mensen de basics te geven en ze toch te wapenen tegen wat kan er allemaal gebeuren. En ik sta af en toe hier op dit soort gelegenheden. Ik ben ook bullshit detector voor mijn baas vooral. Dat is nodig en daar kom ik later nog wel even op terug. Dat in corporate life, er zijn veel meer Riannetjes dan wij denken. Dus het is heel goed dat je af en toe iemand hebt die erbij gaat zitten en zegt... Oké, is dat wel zo? Kun je dat eens uitleggen? En dan blijkt dat er een marketingjasje uitgaat en dan blijft er niets van het product of project over. Dat is wat ik leuk vind om te doen overdag. Daar vind ik ook mijn geld mee. Wat het moeilijk maakt, wie van jullie weten dat ik ook goochelshows doe? Dat is geen geheim, hè? Het is een beetje preaching to the choir hier. Ik had eigenlijk nog vanmorgen zoiets van ja, oké, ik ga dat herschrijven. Grappig doen, dat kan ik, maar dat heeft Brenno al gedaan. Dus ik moet nu iets inhoudelijks gaan bedenken en dat wordt een beetje lastig met allemaal mensen die het eigenlijk al lang weten. Dus ik trok de vergelijking, het is een beetje als goochelen voor goochelaars. Dat is doodeng, want die gasten weten alles wat je doet. Als je ergens een muntje vandaan tovert, dan weten zij waar het vandaan komt. Ze zijn niet onder de indruk. Als je een kaarttruc doet, zijn ze niet onder de indruk. Nou, hier hetzelfde als ik jullie allemaal ingewikkelde dingen ga vertellen over de techniek achter social engineering. En dat je met een rubber ducky computers kan overnemen. En dat weten jullie allemaal al. Dus ik heb besloten om voortaan voor de goochelaars dan een praatje over social engineering te gaan houden. En dan wilde ik hier een goocheltruc doen. Stel wat? Ik bedoel, het is heel enthousiast. Echt. wie wil er even mee helpen? Iemand die niet te slim is of heel dronken? Zo beginnen we meestal. Ik heb een pakje kaarten. Als je ze even wil schudden, dan heb ik wat uitleg. Ja, ik kan de uitleg even snel doen.
De bedoeling is, je schudt ze zo helemaal door elkaar. Dan pak je steeds twee kaarten bovenaf en die leg je neer. Als er twee rode zijn, leg je ze hier, gewoon open. Zijn er twee zwarte, dan leg je ze hier, gewoon open, zodat we kunnen zien. En zijn er twee verschillende, dan geef je ze aan mij, stop ik ze in mijn zak, doen ze niet meer mee. En dan ontstaan er dus een rode en een zwarte stapel. Is duidelijk, toch? Of ben je... Ja, ik vroeg om iemand die dronken was, maar dat lukt, toch? Wil je een stoel erbij? Ja, maakt het ook uit hoe ik schud. Nee. Het is wel de luiste truc ever. Want Walter die gaat die kaarten nou schudden en neerleggen. En ik drink ondertussen een kopje koffie. Het is echt hoogstaand dit. Geloof me, ik ga ergens heen hiermee. Het is niet dat ik hier straks de goochelshow heb gedaan. Oh ja, nou gaan we maar mee. Blijf hier staan. Die heeft de kans om ze weg te stoppen. Joh. Weet je wat? Lees het gewoon hier. Lees het gewoon hier. Blijf hangen. Kijken. Heb je snel gedaan? Ja. Ja, en nog meer. Zou je eens kunnen kijken hoeveel... stel, dit is een voetbalmatch, hè? En heb je nu rood tegen zwart? Ik ga er geen clubs bij noemen, want dat gaat altijd mis. Zou je eens kunnen kijken hoe vaak rood heeft gescoord en hoeveel zwart heeft gescoord? En er zitten nu waarschijnlijk al mensen die minder dronken zijn in de zaal. Die denken, ja. Oké. Ik ga het straks allemaal uitleggen. Het is een overwinning voor rood. Het is een overwinning voor rood. 16-14. En rood heeft gewonnen met 16-14? Ja. Dus rood heeft gewonnen met 2 punten verschil. Ja. Als je hem nu nog een keer zou willen doen, nog een keer schudden. Mensen denken altijd dat ik dingen manipuleer, dat ik er vlakbij sta, dat ik ineens dingen doe met die kaarten en zo. Dat is helemaal niet waar. Als je hem nog een keer zou doen, of iemand anders mag hem doen, dan staat ook gelijk de volgende voorspelling erbij. Ik denk dat het dan gelijk spel wordt. Ik heb mijn koffie namelijk nog niet op. Dus. Is er iemand die het wil proberen? Of? Geloven jullie het direct wat daar staat? Ja. Het is wel makkelijk dit. Wat wil je? Oh, ja, dan doe gewoon... ik blijf hier staan dit keer. Dat je echt een enkele verdenking... Ik heb namelijk 52 slides met mogelijke uitkomsten. Dus ik moet even snel... Ja. Ik moet wel zeggen, jij bent echt een van de snelste die ik heb meegemaakt tot nu toe. De langzaamste was 4 koppen koffie. Ik vind het wel leuk om dat om te draaien. Ik weet alleen niet of dat bij die goochelaars hetzelfde aankomt. Als ik 18. Nou, dankjewel. Applaus voor Walter, jongens. Hij heeft het echt hartstikke goed gedaan. Heeft iemand een idee wat hier gebeurd is? Want ik zou het zelf graag een keer horen hoe dit werkt. Niet? Ik had het vermoeden dat de twee mooie kaarten verdwenen in het begin. Ja, jij zit, weet je dat het een heel klein percentage mensen is? En jij bent er dan nu één. Ja, gelukkig, we hebben hier allemaal slimme mensen. En één daarvan, die heeft het dan soort of door. Wat hier gebeurt is natuurlijk gewoon een hele stomme, simpele truc. Ik heb die kaarten al lang in mijn zak aan het begin van het spel. Dus ik geef hem een doosje waar aan het begin al 2 kaarten uit ontbreken. Dus dat staat vast wat daar gaat gebeuren. Op het moment dat ik zeg, nou weet je wat, laat maar, ik leg het allemaal hier. Leg ik ook die 2 kaarten er weer bij en je bent zo clean als wat. Je loopt gewoon weg. En de rest gaat vanzelf. Wat heeft dit nou met social engineering te maken? Nou, alles. Want als ik zou zeggen... ja, Walter, dat heb je hartstikke goed gedaan. Kijk, ik heb voorspeld, er zijn 2 rode kaarten minder. Dan is de kans dat kwartje direct valt bij misschien de helft, misschien nog veel meer mensen in de groep, is vrij groot. En de kans dat jij denkt, 2 rode kaarten minder. Oh, waar waren die dan?
Dus ik ga het helemaal obfuskeren. Ik maakte een rookgordijn omheen. Ik zei, ah, weet je, het is een voetbalwedstrijd. We hebben rood tegen zwart. En dan ga ik nog iets doen. Wat bij sommige mensen, dan dat noemen we mentale buffer overflow, leidt. Hè? Rood tegen zwart, ik ga het niet over clubs. Heb ik maar een onwijs kontverhaal omheen. En jij bent al lang niet meer bezig met die kaarten. Dan zeg ik ook nog eens een keer, rood wint. Dus er zijn twee meer van die. Het, in je onderbewuste ga je dan niet meer denken over kaarten die missen. Want ik zeg, er zijn twee kaarten voor rood meer. Al die kleine dingetjes. En dit is eigenlijk de enige goocheltruc die ik mag uitleggen. Marjolein is net binnengekomen en die slaat me echt helemaal in elkaar als ik dus dingen ga verklappen die ook in grotere acts gebruikt worden. Maar deze, die vond ik eigenlijk wel heel leuk, omdat hier een principe in zit wat niet echt in andere trucs voorkomt. Toen ik deze leerde, hebben ze hem eerst uitgelegd en daarna pas laten zien. En ik dacht, ja, schitterende truc, hartstikke leuk, maar ik ga hem nooit voor mijn leven doen, want er is niemand die, dit, die hier intrapt. Nou, als ik hier nou rondkijk, denk ik echt dat de meeste, en wij is eerlijk, juichen hem door, waren er nog meer mensen die gelijk dachten, oh, een tweede deel. Ja, oké. Okay. Soms maakt dat het sterker. Soms maakt dat het niet sterker. Wanneer het sterker wordt, is als iemand zegt, ja, maar het is altijd zo. Zeg, nou, doe hem nog maar een keer. Zie je dat het anders is. Oh, and by the way, dit is de voorspelling. Al die rookgordijnen eromheen, die maken het verhaal solid. Dat is het social engineering gedeelte van zo'n truc. Waarom doe ik dit allemaal? Dat hele social engineering. We zijn vanuit de informatie age, zeg maar. Ik hoorde gisteren toch nog iemand zeggen, we zitten in informatie age, informatietijdperk. We zijn wel lang uit als je het mij vraagt. Ik denk dat we, ja, we zitten in het cybertijdperk. Het tijdperk waarin iedereen probeert te beïnvloeden. Dit is ook de reden dat ik dit soort talks doe. Voor de LinkedIn contacten. Voor de followers op Twitter. Iedereen is iedereen aan het beïnvloeden. Iedereen is eigenlijk wel iets te koop. Iedereen heeft wel een product, iedereen heeft wel een oplossing voor iets en de andere helft heeft een probleem. Dus dat kun je mooi bij elkaar brengen. Maar ik zie ook dat dat heel vaak misgaat bij bedrijven waar ik rondloop en waar de Riannetjes gewoon vrij rondlopen. Nee, serieus, die komen daar binnen. Ik heb hier een appliance voor je. De laatste slide illustreert dat heel erg aardig. We kennen de CIA-triangle. Nou, dat is dan weer het risico af. Iedereen weet hier een CIA-triangle. Kun je dromen, denk ik. Confidentiality, integrity en availability. Dat is niet meer genoeg. Ja, die C die geldt nog wel. Confidential. Maar we hebben ook autonomy en anonymity tegenwoordig. Dus na Snowden is er toch het een en ander veranderd. Je hebt jeuk of een vraag? Oh, oké. Okay. Ik denk dat we die ook in de gaten moeten gaan houden. En dat wordt steeds moeilijker met bijvoorbeeld de overheid die we nu hebben. Hè, een hele discussie gevoerd en je kan voor het donorcodiciel zijn. Je kan tegen het donorcodiciel zijn. Je kan zeggen, het maakt mij niet uit wat ze met mijn organen doen. Maar er moet toch een lampje gaan branden als een overheid ineens zegt, nou, dat hele recht op zelfbeschikking, ja, weet je, doen we niet meer. Want we hebben een idee. Ik vind dat veel te hard gaan. Los van wat je ervan vindt. En natuurlijk zijn er nu mensen die allemaal hun donorcodiciel hebben ingetrokken. En nu zijn er mensen die het allemaal een hartstikke goed idee vinden. Die discussie, daar wil ik van af. Maar dat een overheid gewoon van bovenaf ergens zegt, zo, nu zijn jullie allemaal donor. Ja, vind ik wel een beetje gevaarlijk. Want wat is het volgende wat ze je opleggen? En het zijn steeds hele kleine dingetjes waar je ook met social engineering te maken hebt. En zo'n overheid die dan campagnes gaat voeren. Ja, maar er zijn zoveel mensen die organen nodig hebben. Dat begrijp ik. Goed verhaal. Ja, en je mag altijd nee zeggen. Oh, fijn. Je mag altijd nee zeggen. Ja, maar dan ben je natuurlijk wel een klein beetje. En dat wordt dan steeds voorzichtiger gecommuniceerd, maar het komt wel over. Het komt wel aan. En eigenlijk word je in een positie gebracht waarin je dat niet meer doet. En dan is er dus een stukje zelfbeschikking gewoon in de prullenbak verdwenen. Dat anonymity. Jullie kennen allemaal het Panopticon verhaal. Ja, als je nou het idee hebt dat er continu iemand naar je zou kunnen kijken. En ik denk dat dat een reëel beeld is. Dat kan. Tegenwoordig worden allemaal wel redelijk continu bekeken. Niet de hele tijd. Maar als ze willen, dan kunnen ze het. Wat doet dat met je gedrag, met je leven? Ja, zijn er mensen hier die zeggen, ja, dat interesseert mij echt helemaal niks. Nou, ik vind dat een beetje kort door de bocht. Ik ben ooit gescreend voor mijn baan. Toen kwam er zo'n vent van zo'n dienst met zo'n hoed.
En die zei dan, zijn er zaken die jij te verbergen hebt? Ik zei, nou nee, niet direct. Ja, bijvoorbeeld dingen die jouw vrouw niet zou mogen weten. Ik zei, nee, weet ze allemaal al lang. Maar waar ga je naartoe met dit verhaal? Ja, we willen weten of je chantabel bent. Oké, maar goed, nu is er een dienst die ik niet ken en niet vertrouw per se. Die gaat mij vragen of ik ergens chantabel in ben. Ik weet niet of ik daar antwoord op moet geven. En ze beginnen over je vrouw. En ze beginnen over mijn vrouw. Dus ik heb het verhaal omgedraaid en dan vond die man met die hoed een beetje minder. En ik zei, ja, luister, heb jij kinderen? Ik had ze nog niet op dat moment. Ja, twee schatjes van kinderen. En hij kwam met een heel verhaal. Verbaasde me echt dat iemand van een inlichtingendienst zo een verhaal vertelt, weet je. Dat doen ze nooit. Tenminste, ja, ik ken er nu één. Die gaat op tv ermee. Maar hij had een verhaal over zijn kinderen. Ik zeg, en als ik nou naar jou toe kom in een parkeergarage met zo'n bruine envelop, klassiek verhaal, hè. En ik heb ook een regenjas en een masker op. En ik zeg, kijk, dat zijn jouw kinderen. Wou jij zeggen dat jij minder chantabel bent dan ik? Want ik heb ze niet. Nou, dat vond hij een ongemakkelijke discussie. Dus we gingen gelijk door naar het volgende onderwerp. En uiteindelijk kreeg ik een vinkje. En mocht ik ook werken. Maar dit zijn wel de dingen waar we mee te maken hebben. Layer 8 security. Ik heb toen layer 8 geroepen. Heel lang geleden een keer. Tegenwoordig zie je het gelukkig steeds vaker. Oh ja, er is een achtste laag in dat OSI-model. Ja, die is er al vanaf het begin. Dat is die kerel die achter die computer zit. De cyberinterface is dat. Iemand zit op die knoppen te drukken. Die gast kan je beïnvloeden. Daar kun je van alles en nog wat mee doen. Die kun je omkopen. Die kun je bedreigen. Die kun je gewoon onder tuin leiden. Die kun je allerlei valse dingen in zijn hoofd stoppen. Pas een heel artikel gelezen over het plaatsen van valse herinneringen. Is doodeng om te lezen. Iemand doet het toevallig gezien ergens online. Ergens op zo'n forum. Valse herinneringen. Kan tegenwoordig. Er is iets, ja, dat werkt tegen alle herinneringen. Misschien moet je daar een beetje mee oppassen. Maar nee, ik vond dat een doodeng verhaal. Want ze kunnen je dus zo... Het is een techniek die heet gaslighting. Dat je iemand een klein beetje kan laten denken die gek wordt. Door allerlei technieken achter elkaar te plaatsen. En iemand denkt langzaam maar zeker dat hij gestoord wordt. Nou, dit is daaraan verwant. En dat was een heel lang en diep wetenschappelijk artikel. Maar de bottom line was, het kan. Je kan mensen dus gewoon werkelijk laten denken dat ze in de Eerste Wereldoorlog hebben gevochten. Nou ja, bewijzen. Maar je kan mensen werkelijk laten denken dat ze cyberexperts zijn en ze naar Nieuwsuur sturen. Het kan. Serieus. Komen we zo nog op. Het is geen commercial off-the-shelf product. Je kan het niet zomaar even verkopen. Nou, wij hebben hier toch het social engineering filter, joh. Echt, firewall van de eeuw. Die kan ook social engineering tegenhouden. En toch hoor ik het. Ik hoor dit soort opmerkingen voorbij komen bij raden van bestuur, bij directeuren. Ja, deze werkt ook tegen social engineering. Hoe dan? Ja, hoe wil je dat in een product stoppen? Je kan wel zeggen, wij hebben diensten die daarop gericht zijn en we kunnen je goed adviseren. Ook de laatste slide. Dus eigenlijk die vat het helemaal samen. Ah, dat is echt leuk. Dus de eerste keer dat ze bij een lezing is, Annika. Dat is wel echt heel tof. Goed. De directeuren worden niet geïnformeerd, slecht geïnformeerd. We doen daar maar een beetje wat mee. En gelukkig hebben ze dan soms in zo'n bedrijf wel figuren rondlopen die daar wat van vinden. En die dan na zo'n overleg zeggen, nou, ik weet niet, ik heb erbij gezeten, maar ik zou het niet doen. Ik zou dit niet kopen. Maar vaker wel dan niet, wordt het gewoon gekocht, product. En dan hebben we het over Noord-Zuidlijnen bijvoorbeeld of zo. Waar je gewoon zo, loopt een beetje uit. Ja, een klein foutje in de begroting of zo. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Die hebben al lang geweten dat daar van alles mis wat was. OV-chipkaart, nou, veilig, niks mee aan de hand. Ja, toch? Zo'n systeem. En ik zie dat overal. Ik zie dat in ziekenhuizen, ik zie dat op militaire kazernes. Ik zie het overal. Waar mensen dus gewoon een behoorlijk stuk verantwoordelijkheid hebben. Parkeersystemen Amsterdam. Ja, is hartstikke veilig. Ik doe er alleen niet aan mee. Stuk social engineering. U bent verplicht uw kenteken in te voeren in deze voor u totaal onbekende paal met een soort informatiesysteem. Die communiceert met iets anders ergens. En we vertellen het verder niet
of zo, als u daarna vraagt, maar moet het wel doen. Nee, dus. Je mag niet eens meer een ander kenteken invullen. Ja, oké, okay, maar het, in mijn geval snap ik dat. De kentekens die ik bedacht waren meestal wat beledigend. AA moet je ook misschien niet doen. Maar het feit dat als jij 00000 invoert en dat ding achter je raam legt, het feit dat dan zo'n ambtenaar uit zijn auto moet klimmen, helemaal naar jouw auto toe moet lopen, denk je, oh, verrekt, er ligt een bonnetje. Het is niet zo moeilijk, hè, want 1 op de 1000 auto's zal misschien zeggen, piep, hey, die staat niet in de database. Nou, dan stap je even uit en dan ga je kijken. De gemeente Amsterdam is hier niet over te spreken. Dus gewoon, en terwijl dat het is niet gemeente Amsterdam, hè? Het is een ingehuurde club die dat allemaal doet. Ja, maar zo kunnen wij efficiënter werken. Daar heb ik wat aan. Dat is mijn persoonsgegeven wat er in dat systeem staat. Ja, maakt het misschien nog gevoeliger. Uw persoonsgegeven is nu in verband gebracht met het Sint-Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis. Huh. En u had een levensverzekering aangevraagd. Dit zijn toch wel hele griezelige dingen. Hè? Om van de parkeerplaats van Jap Jum nog maar te zwijgen. Maar die registreerde niks, moet ik me laten vertellen. Dat is dicht. Wanneer ben jij voor het laatst geweest dan? Oh. Ik loop achter, hoor ik. wel een tijdje niet in Amsterdam geweest sinds het kentekenparkeren is daar. Het volgende hoofdstuk. Trajectcontroles. Precies hetzelfde verhaal. Het is bij Europese wet, Europese grondrecht is dat. Het is verboden om mensen ongericht te volgen. Wat doen we boven de A2? 5 banen autosnelweg. Het is hier strak 100, want bij 101 krijg je een boete. Ja, maar dat is wel voor de veiligheid hoor. Dat is echt. Nee, want ja, al die mensen die daar 101 rijden. En ik begrijp het wel, want die komen natuurlijk allemaal in botsing met die anderen. Die allemaal zitten te appen op de A2. Ik weet niet of je dat wel eens gezien hebt. Ik ga daar echt eens een keer een YouTube-kanaal van maken. Dan zet ik zo'n GoPro zet ik opzij in mijn auto. Dan ga ik gewoon iedereen 1 voor 1 inhalen. En eens kijken hoeveel procent zitten appen op de A2. Dat is echt onvoorstelbaar. Maar voor uw veiligheid mag u er precies 100. En geen 101. Dus daardoor kan je appen, iedereen appen. Ja, dus. Exact. Ja. Van de monetization van YouTube kun je de boete betalen omdat je harder ging. Zet je dan zo een camera daarachter en dan moet je ervoor gaan je even remmen. Dus je die telefoon gaan. Ja, zo is, dat is trouwens wel een probleem. Want ik moet ze dan dus gaan inhalen. Ja, ik moet me laten inhalen. Gewoon 98 gaan rijden, want dan willen ze langs. En dan. Maar als ze zitten te appen, zakken ze toch terug. En leggen ze die telefoon weg. Ja, lul. Telefoon weg. Er langs en weer verder appen. Zoiets zal het wel worden, waarschijnlijk. Maar goed, weet je, de argumenten die je hoort, hè. Ook hier weer social engineering in de politiek. Ah, is allemaal voor uw veiligheid, want pedofiele terroristen. Die ga je oppakken door zijn snelheidsboete te geven of zo? Of wat? Nee. Wat doe je dan precies om dat veiliger te maken? Want als je me dat goed kan uitleggen, dan wil ik misschien nog wel meedoen ook. Maar voorlopig zie ik alleen maar de ene na de andere boete binnenkomen. 101, 102, 101. Het slaat helemaal nergens op. Maar het leuke is wel, en ik hoop dat we dat met z'n allen doen. Iedere keer in bezwaar, iedere keer in beroep, iedere keer naar de rechter. Want het kost meer geld dan het oplevert. Dan moet toch een keer iemand wakker schrikken en denken, nou, dat is niet meer leuk. Denk ik. Maar goed, Nederland, schapen wat dat betreft. Ja, ik vind het niet echt opschieten. Ik moet vaak in Aalsmeer zijn, dan pak je de A2. Maar het is niet echt heel efficiënt. Ja, ja. Nou ja. Ik heb gehoord dat ze vorig jaar ruim 1 miljoen hebben uitgeschreven op dat stukje A2. Dus het is toch wel lucratief. Nou ja, dit is ook wel belangrijk, hè? Die decision makers. Shocker. Ze worden vaak expres verkeerd geïnformeerd. Want dan zit er zo iemand in zo'n boardroom en die verkoopt dan een product wat eigenlijk helemaal niet goed is. En dan weet hij ook. Nou ja, het gebeurt steeds meer. Ik zie het echt elke dag. Social engineering, wat is dat dan precies? Want ik heb het er nu over, hè? Mensen worden gemanipuleerd en een beetje gestuurd en een beetje die kant en een beetje die kant. Het gebeurt op laag niveau, hoog niveau, overheidsniveau. Het gebeurt overal. En vorig jaar had ik hier een heel verhaal staan. De mensen die vorig jaar zijn geweest, die hebben het waarschijnlijk gelezen. Dat was echt 8 alinea's of zo van ja, psychologische methode om iemand aan dingen te laten doen waar hij eigenlijk niet bereid of bevoegd toe is en ook niet in zijn eigen interest zijn. En
eigenlijk wel een heel verhaal gemaakt. En omdat dat stuk steeds langer werd, want iedere keer dacht ik weer, ja, dat dekt de lading nou niet eigenlijk, ben ik maar eens teruggestapt naar dit. Wat staat er in het woordenboek? En ik parafraseer een beetje hier, want het, je gaat contact met anderen aan. En dat onderga je of dat ga je aan. Dus beide kanten op natuurlijk. En engineering, ja, we hebben een plan en we gaan iets maken. En dat, dat gaan we helemaal zo uitvoeren. Dat is een beetje samengevat wat het dan is. En als je dat dan samenbrengt, dan ga je dus volgens een bepaald vooraf gebouwd plan, wat ergens toe moet leiden, ga je een sociaal contact aan en hoop je dat daar iets uitrolt. Dat is eigenlijk wat social engineering dan is. En het is in zoveel vormen tegenwoordig dat ik het ook niet meer bijhoud. Ik echt denk, ja, oké, valt dit er nou wel of niet onder? Dit is dan de korte samenvatting, iets minder dan een alinea geworden nu. Messing with someone's head to get stuff done. En dat doen wij ook met goochelshows. Is superleuk. We nemen mensen de hele avond in de maling en krijgen nog geld ook. Maar dat is dan een eerlijke manier. Want wij zeggen dat we ze in de maling nemen. En vinden ze nog grappig ook. Een beetje met kaarten en zo. In de bedrijven is het meestal wel anders. Nou. Ja? Maar kan je dan eigenlijk stellen dat die van Apple dat die niet helemaal goed is? Nou, de beste weet ik niet, maar dat was wel een hele goeie. Ja. Iedereen aan iPhone heeft gekregen, omdat mensen die niet nodig hadden. Ja, nou, ik denk dat dat een goed voorbeeld is. En ik hoorde het gisteren iemand beneden, maar marketing is heel nauw verwant aan social engineering. Ik hoorde beneden iemand zeggen, Gorilla Glas was er al, afgeronde hoekjes voor dingen was er al, bepaalde stukken technologie ja, was er al, alleen het was nog niet samengebracht in de iPhone. En hij heeft een visie en hij weet dat op een bepaalde manier vorm te geven. En hij vindt een publiek dat daardoor aangesproken wordt. Nou, je ziet wat er gebeurd is. Hij is dood. Alles voor niks. Ja, maar dat heeft ontzettend gewerkt. En dat zie je met andere producten natuurlijk ook. Ja, kijk naar de Bitcoin de afgelopen periode. Hè. Het begon op een gegeven moment te stijgen eind vorig jaar. Dat ging bijna exponentieel. Omdat hij zo aan het stijgen was, gingen nog meer mensen instappen. Ging hij nog harder stijgen en daardoor gingen nog weer meer mensen in. Nou, en op een gegeven moment deed hij dit. En toen zijn er heel veel mensen uitgestapt. Toen werd hij goedkoop. Ja, eigenlijk moet je gewoon blijven zitten met je coins. Een beetje denken van, nou ja, ik kijk over een jaar of twee wel een keer wat geworden is. En als het dan 20 cent waard is, ja. Ja, maar goed, je kan voor jezelf natuurlijk even nagaan hoeveel stop je erin in zo'n project. Want het blijft gokken met geld. Ik heb voor mezelf de vuistregel genomen van, nou, wat kost een avondje goed stevig uitgaan? Nou, als ik daar dan een keer bitcoins van koop, of andere coins, nou, dan als het helemaal crasht, heeft me dat een avondje uitgekost. Er zijn collega's van mij, serieus, echt slimme jongens, die gewoon heel hun spaargeld erin gekiept hebben. Ja, dan vraag ik me af wat je aan het doen bent. Maar je gaat mee op die golf, je gaat mee op die hype. En ook dat is social engineering. Dat is een indirecte vorm. Ja, of er zijn mensen die het aanslingeren, maar het gebeurt wel. Ja, dit is, wie heeft er nou gesocial engineerd? Ja, kunnen we zo nog even verder naar kijken, maar wie was het? Hij of zij? Ja, ik heb daar even een stukje over gelezen en daar vond ik ook iets van. Dat is wel aardig om zo over naar te kijken. Maar in principe is dit een lege slide, want wie zijn nou social engineers, als ik het jullie vraag? Neem ik even een slok. Nou, dat gaat niet verklappen meteen, joh. Ik had echt heel veel verschillende dingen verwacht. En dan uiteindelijk zeg ik, iedereen. Mijn moeder. Precies. Maar je hebt hartstikke gelijk, want het is wel zo. Kijk, politici, ja, advocaten, zeg maar, hè, doktoren. Ja, die moeten mensen natuurlijk een bepaalde behandeling in zien te krijgen. Je mag ervan uitgaan wel in hun eigen belang. Maar ja, dan hebben we weer Big Pharma die daar ook weer iets mee probeert te doen. Dus ik geloof dat daar nog later een talk over komt. Wil je misschien niet bij zijn? Want ik krijg het daar altijd heel benauwd van als ik dat soort dingen hoor. Handelaren. Dat zijn hele goede social engineers. Hè? De Chinezen vroeger deden dat al. Die keken gewoon naar iemands pupil. En als die groter werd, dan had hij dus interesse in het product. En ging de prijs omhoog. Was eigenlijk de eerste mediamarkt die dat deed. Nou, en dan natuurlijk ouders en kinderen.
heb ik de afgelopen 6 maanden iets over geleerd hoe dat werkt. Ik kan vertellen, op dit moment staat Annika voor. Want als ze begint te huilen, moet je wat doen. En het is niet voor niks het meest irritante geluid ter wereld. Ja, je moet wat. Je moet er wat mee. Dus iedereen social engineered. Maar wie zijn nou de slachtoffers? Eigenlijk, ik hoef dan geen extra slides te maken, want dan ga ik gewoon terug en dan doe ik nog een keer dit. Want dat is natuurlijk hetzelfde. Hey, iedereen kan social engineering, iedereen kan ook slachtoffer worden van social engineering. Wat doe je er tegen? Kom naar mijn cursus. Dat hoeft niet. Maar let op. Let gewoon op wat er om je heen gebeurt. Ja, en ik heb er een cursus in bedacht en we hebben daar wat slimme dingen bij elkaar geveegd. Maar daar moet je absoluut niet naartoe gaan als je hier ook bent, bijvoorbeeld. Want ik kan het jullie hier ook vertellen, ook bij een kop koffie trouwens. Als ik niet hier voor de groep sta, maar gewoon. Maar praat erover, word bewust. Deel het met elkaar. En dat is misschien wel een van de belangrijkste dingen. De pentest die ik heb uitgevoerd, kon ik dus een bedrijf aanvallen. Daar zat dan zo'n grote portier met zo'n grote snor. En die zei dan, jij komt er niet in, mannetje. En dan liep ik naar de achterpoort. En dan kon ik zo naar binnen lopen, want ze hadden elkaar niet op de hoogte gebracht. Dit is toch wel iets wat je gewoon in je bedrijf ook moet implementeren. Hè? Praat met elkaar. Hé, jongens, er is iets raars aan de hand. Er stond een vent bij de poort en die deed iets heel idioots. Ik weet het niet, maar misschien komt hij ook bij jou. Ja, hij had een paar kaarten. Hij zegt, hier, ruiten aas. En toen liep hij gauw naar binnen. Weet je, het kan, hè? Nou, hier heb je wat social engineering techniekjes. Kan ik wel even doorheen lopen. Ik weet niet hoe we met de tijd zitten. Oh, dat lukt. Dat lukt. Ja, dat is de time pressure. Dus aan het eind zeg ik, oh, ik heb het net niet gehaald. Maar als je de rest wil horen. Die staat hier trouwens niet tussen, hè? Die staat hier niet tussen, want dat doen ze ook vaak. Gewoon iemand een sampletje aanbieden. En dan vind je het wel leuk. En dan, ja. Nee, dat is best positief. Je geeft een klein sampletje en je verwacht het terug. Dat kan ook, dat kan ook. Wederkerigheid kan dat zijn. Maar wat ze eigenlijk veel doen, is dat ze een sampletje geven en hopen dat je denkt, ah, dit is gaaf, dit wil ik nog meer. En dan, daar ben je er ook van. Daar ben je er ook in. Met heroïne gebeurt dat veel. Ja, heb ik me laten vertellen. Dat AIDA verhaal, dat is attention, interest, desire en action. Zo zitten de meeste advertenties in elkaar. Heel veel van die primaire kleuren, het schreeuwt en het gilt. Je denkt, wat is dat? Je gaat lezen en je denkt, oh, gratis iPad. Weet je, en uiteindelijk leidt dat dan tot een actie. Tenzij je ergens op de noodrem trapt en denkt, hè, gratis iPad? Nou, daar zit vast meer achter. Maar wie doet dat nou? Ze hebben er zelfs een banner van gemaakt hier beneden. Gefeliciteerd, u heeft gewonnen. En je zal ze de kost moeten geven die daarop klikken. Ik zag ze zo staan, echt. Klik hier op die banner. Echt mensen die clueless zijn wat mij betreft. Time pressure, ik vind hem echt iedere keer weer leuk. Bij een van de andere lezingen heb ik een keer een reclameblok van de radio opgenomen. Gewoon een willekeurig reclameblok op een donderdagochtend. En ik ben dat reclameblok gaan afspelen. En ik heb met de zaal heb ik geteld hoe vaak het woordje snel en .nl bij elkaar gebracht worden. Dat is echt idioot. Waarom doen ze dat? Nou, niet omdat het, omdat ze denken van, oh, dat ruimt zo lekker. Of, oh, dat heeft nog niemand anders. Want dat weten ze best. Maar daar zit heel subtiel dat stukje tijd in. En die tijd, dat is ook een issue. Hè? Als jij denkt van, nou, ik vind het wel enigszins aantrekkelijk. Ja, ik heb eigenlijk wel interesse. Ja, en ik trap er zelf ook in. Ik heb hier net nog even een t-shirt geregeld van de cyberwerkplaats. Maar ik dacht wel van, nou, ik vind het wel leuk zo'n t-shirt. Ik kan straks na de talk ook van, nou, hoewel, ja, dan is het misschien weg. Toch, in je achterhoofd gebeuren die dingen. Je gaat jezelf een beetje voor tijd, een beetje pressen. En als iemand dan zegt, ga snel, t-shirt.nl. Dan, nou ja, misschien heb je dan een soort, omdat het een mantra wordt ook. Het gaat in je hoofd zitten, zo'n earworm, het gaat maar door, weet je. Ze liften ook mee op de herkenbaarheid van andere spots. Ga snel naar .nl. Ja, dat zinnetje blijft hangen. En als dat aan jouw merk toevallig is, maar de rest hoor je de hele dag, dan zit dat in je hoofd. Echte enge social engineering technieken zijn de dingen die gebaseerd zijn op jouw being, op jouw zijn. Dingen die op je reptiele brein instralen, zoals angst en dat soort dingen. Die hebben we.
vanuit de evolutie hebben we die. Het is logisch, want vroeger als jij een holbewoner was en er kwam een leeuw aan of een tijger ergens in Afrika, of, dan moest je maken dat je wegkwam. En dan ging je niet even staan rationaliseren. Nou, hij ziet er vandaag niet echt hongerig uit of zo. Ja, ik weet niet. Misschien is hij net naar de Mac geweest. Ja, hij lijkt me ook wat traag. Ik weet niet hoor. Ja, nou, goed. Ik waag het erop. Dat deed je niet. Je dacht kut. En je ging gelijk weg. En dat komt hier vanuit dat reptiele brein. Ja, die hele prefrontale cortex die we hebben met dat logische redeneervermogen is pas veel later actief geworden. En bij sommige mensen nog steeds niet. Echt. Oké, social pressure, ook zoiets. Twitter, Facebook, je ziet, dat zijn de clubs die daarmee werken. Hè? Een heel eng verhaal, wat ik gehoord heb, was op Facebook weten ze natuurlijk uitstekend hoe je advertenties moet plaatsen. Hè? Op welke advertenties, welke type advertenties reageren mensen en op welke reageren ze niet. Nou, dat gegeven hebben ze toegepast en wat bleek, advertenties waarbij jij allemaal fotootjes plakt, deze vrienden doen het ook. Die werken. Nou, dat is niet zo'n verrassing. Wat Facebook ook heel goed kan, is profielen maken van wat ben jij voor persoon? Wat zou jij bijvoorbeeld stemmen? En in Amerika, er is een TED Talk van. Ik raad jullie echt aan om die te gaan kijken. Ik kreeg het echt koud toen die talk was afgelopen. Ik echt dacht, dat kan niet waar zijn dit. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben die advertentie hebben ze vormgegeven met: als u het vaderland hoog hebt zitten, u bent een echte Amerikaan, u doet toch uw burgerplicht, u gaat toch stemmen. Kijk, deze vrienden gingen ook allemaal stemmen. Op zich denk je, oké, ze willen iedereen oproepen om toch vooral te gaan stemmen en ze wijden daar een advertentie aan die zeker werkt. Goed idee, toch? Als je hem aan iedereen stuurt. Wat hebben ze nou gedaan? En dat kwam uit die TED-talk naar voren. Daar kreeg ik echt rillingen van. Die hebben ze gestuurd naar de mensen waarvan zij een profiel hadden. Waarvan ze dachten, die zou wel op Trump kunnen stemmen. En die hebben ze vooral die advertentie heel veel laten zien. Al die mensen met dat profiel. Dat is een heel abstract iets. Want wie snapt die algoritmes? Ik denk Facebook zelf ook niet. Maar die kregen dus heel veel die advertentie te zien. En in die TED-talk hadden ze daar cijfers bij. Ik moet ze even uit mijn hoofd doen. Maar er schijnt dat ze gemeten hebben dat er 400.000 mensen meer reageren op een pool van zoveel. Als je dat op die manier aanbiedt. Het verschil met Trump en Clinton was veel minder dan dat. Dat is nog niet eens de helft, geloof ik. 100.000? 200.000? Geen idee. In theorie zou het dus prima zo kunnen zijn dat Trump is gekozen door deze truc. En dan gewoon naar de Russen wijzen natuurlijk. Ja, misschien hebben ze het betaald, die Russen. Dat zou kunnen. Maar goed, zover gaat mijn politieke kennis dan weer niet. Ik weet dat ik deze talk heb gezien. Dat ik er als social engineer naar heb gekeken. En dacht, dat is een kutstreek. En serieus waar. Social pressure. Ja, je vrienden doen het ook. Een vraag. Ik weet de naam niet van die TED-talk, maar ik kan hem wel even opzoeken. Dan stuur ik dat nog eventjes. Kunnen we op de website ergens kwijt? Ja. Ik ga de slides sowieso sturen en zet ik het er even bij. Ik kom gewoon in de slides. Wat verwijzingen naar verontrustende TED-talks die ik heb gezien. Er was een vrouw, ja. Ik geloof Turkse achtergrond of zo. Ja. Ja, ik vond hem echt heel verontrustend. Bij een aantal ervan dacht ik, ik ben eigenlijk een beetje paranoia of zo, maar dit was wel echt griezelig, omdat ze het ook redelijk goed kon staven. Dus dat ze ook gingen richten op slinktijds, hè? Die campagnes. Ja, dus dit is op een hele rare manier. Wat ook vreemd was dat er eigenlijk dit jaar, of het jaar dat Trump gekozen werd, veel minder met modder is gesmeten. He, natuurlijk waren er wel wat, we hebben nog wel wat over Clinton en we hebben nog wel een beetje hier wat en wat daar. Maar dat andere jaren was dat veel erger. Dus je kon eigenlijk wel een beetje zien aankomen dat er een andere strategie was. Maar is niet nodig, joh, we winnen toch wel. Zo'n sfeertje zat er een beetje. Was zelf een modder dat je geen zin had. Dat kan ook natuurlijk, ja. In moeras zie je de modder niet meer, wou je zeggen. Nou, dat klopt wel een beetje, ja.
Ja, was dat een truc of gewoon een hele stomme fout? Meestal is het beide, hè? Scarcity, om even door het lijstje heen te lopen. Ja, we hebben er nog maar eentje. Voor mij eigenlijk deze groep hier zijn alarmbellen. En met name time pressure en scarcity, dat zijn echt voor mij alarmbellen. Dat geven we in die cursus mensen ook mee. Als je dat hoort, ja, we hebben er echt nog maar één. Dan moet je je omdraaien en weglopen. Er is geen enkel bedrijf op de wereld dat nog maar precies één van zijn producten heeft of zo. Ja, of ze gaan echt morgen failliet en dan moet je je ook afvragen of je het wil. Bestaat niet. Dat zijn echt kontverhalen. Ja, dan bestel je hem volgende week. Nou ja, als je gewoon denkt het is een goed product, dan is volgende week ook goed, hè. Ik vind dit echt alarm, deze. Net als deze. Wees snel. Waarom? Mag ik er niet over nadenken? Nou, dat is misschien het punt wel. Het aantal bitcoins is beperkt. Ja. Scarcity, ja. Ja. Minen wordt steeds moeilijker. Zorg dat je nu instapt. Ja, dat. Je ziet het overal. En toch doe je eraan mee, hè? Aan die dingen. Ik zelf ook. Ik zal nooit roepen dat ik nooit gesocial engineerd kan worden. Dat kan echt niet. Dat is echt. Dit zijn uitspraken die kun je niet doen. En toch hoor ik die ook. Mensen die dan zitten van, nou, dat gaat echt niet gebeuren bij mij. Nou, het is al gebeurd dan meestal. Consequence. Ik heb het verhaaltje wel eens verteld, hè, dat ik heel vroeger als minderjarig ettertje naar een muziekconcert wilde. En ergens als journalist vermomd met de camera van mijn vader. En dat ik bij zo'n portier kwam en die zei, je komt er niet in. Ik zei, ja, maar ik ben van de pers en ik moet er echt bij. Ja, dan moet je een perskaart. Ja, die had ik natuurlijk niet. En ik met die man ben gaan praten van, ja, luister, ik ben gestuurd. Ik ben ook mijn stagiaire. Als ik er niet in mag, dan ga ik weer terug. Maar leg jij het even uit aan mijn baas dan? Want het kost me wel even mijn baan. Ik denk dat jij ook wat uit te leggen hebt. Ja, zoeken we straks wel uit. Loop maar door. Daar zaten overigens nog iets andere dingen bij. Naast de consequenties voor die vent, wat hij al niet fijn vond, was het ook stress en chaos. Want dat doe je natuurlijk precies op het moment dat het concert bijna gaat beginnen en het heel druk is bij de kassa, ga jij even een beetje problemen maken. Zo doe ik dat. Dat is echt heel naar. Wederkerigheid. Ja, heb ik toch ook voor jou gedaan. Niet voor mij, hè. Dat is precies wat jij zei net, hè. Ik heb jou een klein sampletje gegeven van iets en dat was wel leuk. En ik had er voor mij dan wel even een keer... ik kom eraan, maar het is net na zes een keer de deur nog even open doen dan. Kun je je afvragen of dat slim is. Heel vaak leiden dit soort dingen, niet eens die, maar deze, die leiden tot chantabele situaties. Ik heb voor jou al een keer wat gedaan. Kun je voor mij niet een keer wat doen? En dat wordt dan steeds groter. In dat Intel vak noemen ze dat de zeephelling, waar je op komt. Op een gegeven moment kun je niet meer terug. Je komt op een soort slide terecht waar echt de problemen aan de andere kant zo groot worden dat je kan niet meer anders dan maar meewerken. En hoeven ze niet eens te dreigen met een bruine envelop met foto's, maar dan is het gewoon, ja, luister joh, als dit uitlekt, hè, als ze erachter komen bij Nieuwsuur dat jij hartstikke fake was. Nee, maar het is wel een dankbaar onderwerp voor deze hele hackerhotel, hè. Het is echt, het is de ster van hackerhotel gewoon. Heeft ze al een fanclub, of niet? Echt, ik heb heel even gedacht, maar dat is natuurlijk, deze is ontzettend lastig te bereiken. Ik heb een telefoonnummer, maar dat wordt niet opgenomen. Heel slim. Maar ik heb heel even gedacht, als het me lukt, ga ik een Skype call met haar doen hier. Maar goed, dat was wel echt heel ambitieus en dat lukt je natuurlijk gewoon echt nooit. Maar dat was wel echt een mop van de eeuw geweest, toch? Wees eerlijk. Vals expertise. Ja, dat komt nooit voor, gelukkig. Daar hebben we het net over. En limiting options. Vorige keer had ik een leuke foto erbij. In Nieuwegein zit een pompstation langs de A2. En daar hebben ze alle smaken benzine. Behalve bij de twee middelste banen, waar je dus automatisch eigenlijk al naartoe rijdt. En als je helemaal naar links gaat bij de pomp, dan kom je dus zoiets tegen. Als je helemaal naar rechts gaat bij de pomp, kom je ook zoiets tegen. En waar je eigenlijk een beetje default naartoe rijdt, daar is het dit. Ja. Ja. Nieuwegein richting Amsterdam. Moet je maar eens kijken. Ik ben een keer naar binnen gegaan, heb ze daar aangesproken. Ik zei, wat is dit dan? Ja, het is ons Excellium-eiland.
Een wat? Een Excellium-eiland. Ik zeg, maar ik wil helemaal geen Excellium. Ja, 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 ja. Dat zal toch moeten. Ik zeg, hoezo dan? Ik kan toch even achteruit? Nee, dat is gevaarlijk. Verkeersveiligheid. Oh, dat kan helemaal niet. En, ja. Nou, weet je wat? Ik geloof dat ik nog wel een kwart tank heb. Ik haal de volgende ook nog wel. Hé, hey, later. Maar wie doet dat? Wie doet dat dan? Als je geconfronteerd wordt met zoiets? Ja, oké. Ja, volgende keer dan maar opletten of zo. En de volgende keer ben je het gewoon vergeten, want ach. Tenzij je er zo druk over maakt als ik dat altijd doe, dan vergeet je het nooit. Marjolein die ziet het al. Als we die pomp naderen, dan begint zij al van rechts, hè. Want ze weet dat ik hier heel boos van word. En dat ik achteruit ga rijden. En dat is link. Moet je niet doen. Want dat is dan wel waar. Als je bij de kassa komt, de tankpas doet het een beetje ongelukkig. Ja. Omdat te kijken, Excellium, dan wordt het helemaal makkelijk. In dienstauto's, ja. Ja. Heel vervelend. Dit product mag niet op deze kaart. Shit, echt. Ja, en dan? En dan? In theorie zou je kunnen zeggen, ik ben niet voor die auto verantwoordelijk. Of nou ja, je kan er een beetje een... Moet eigenlijk een keer met een jurist uitzoeken. En zo, nou, ik betaal niet, stuur maar rekening naar het bedrijf dan. Want ja, die pas doet het niet. Ja, niet mijn probleem. Maar wie doet dat? Wie doet dat? Ja, ik. Marjolein vindt het hilarisch als ik dat soort dingen doe. Echt geweldig. Je kan het er straks vragen hoe leuk ze dat vindt allemaal. Wat is dan het probleem? Informatie is cruciaal voor social engineers. Als je iets niet weet, kun je het ook niet aanvallen. Ja, oké, security by obscurity is niet echt veilig. Maar hey, als ik niks van je weet, dan wordt het toch wel een heel stuk moeilijker om... Om je op zo'n zeephelling te krijgen. Of om dingen te saboteren. Ik heb een keer een pentest gedaan. En dat was een beetje... Daar ben ik zelf ook ingetrapt. Deze vent die heeft geen non-disclosure. En geen get out of jail free card. En helemaal niks heeft hij verstrekt. En eigenlijk had ik al ja gezegd. Toen ik er thuis achter kwam van... Ah fuck, ik heb eigenlijk helemaal niks. Als dit misgaat. Dan kan hij met recht zeggen van... joh, jij bent een enge stalker en ik ga jou gewoon pakken. Dus ik heb het iets anders ingekleed met hem. Ik ben gewoon open bronnen gaan raadplegen. Lekker gaan googlen, lekker van alles zoeken. Maltego, kennen jullie het tool, Maltego? Ja. Geautomatiseerd zoektoeltje, kun je lekker schrapen. Heel veel false positives, dat wel. Maar je schraapt. En ik vond van deze man dat hij eerder lid was van een tennisvereniging. Meer heb je eigenlijk niet nodig. Dat klinkt een beetje gek, maar stel je nou eens voor, je gaat naar het eerstvolgende feestje van zo'n tennisclub. Je ziet die man, je komt hem toevallig te spreken. En je zegt, joh, wauw, erelid, dat is wel, ik zag je foto ook in de gang, erelid, wauw, hoe word je erelid in godsnaam? En ik heb wel een keer een stuk geschreven voor mijn studie over mensen die net even dat stapje verder gaan, ook als vrijwilliger, ook in het verenigingsleven. Wat drijft je om zo ver te komen? Nou, die man die zwelt helemaal op natuurlijk. Maar hoor je verhalen. Ja, jarenlang, zo'n hele familie. 5 generaties tennisleraren. Blah. Lekker uitzitten. Drink je koffie. Komt allemaal goed. En aan het eind zeg je, joh, ik heb dat stuk. Maar eigenlijk zou ik jouw input wel eens willen hebben. Mag ik je dat gewoon eens sturen? Dan lees het even door. Geef me wat feedback als je wil. En dan stuur ik het in en dan heb ik een mooie scriptie. Want ik vind het heel fijn om een keer iemand te spreken die uit eerste hand... Ja, prima, stuur maar op. Nou, wat leren wij mensen nou? E-mailtjes van mensen die je niet kent. Dat was niet aan de orde, want we hadden elkaar gesproken. Met inhoud die je niet verwacht. Was niet aan de orde. Dus hij heeft die PDF gewoon geopend. Nou, zo makkelijk kan het gaan. En het is echt, social engineering is soms flinterdun en soms is het meters dik. Er zijn mensen die echt serieuze relaties aangaan, zelfs huwelijken, die jaren en jaren ergens in zitten om tot een bepaald punt te komen. Maar het kan zo flinterdun zijn als dit. Ik weet dat je erelid bent van de tennisclub en ik heb je. De drijvende factor is wel, wat wil iemand en hoe speel je in op precies wat hem bezighoudt. God. Komt er niet vanaf, hè? Ja, ik snap dat. We voeden er goed op, schat. Ik zou ook gaan huilen.
We hebben eens gekeken naar wat doet ze nou eigenlijk in Nieuwsuur. Wat ze zegt weten we allemaal en hebben we al goed om gelachen. Maar ze doet ook een aantal dingen. En er is een instituut voor de non-verbale strategieanalyse. Een beetje marketing zwaar als je de websites leest en zo. Belagen je op LinkedIn. Oh, je bent social engineer. Wil je iets met non-verbals? Ja, maar laat me daar even over nadenken. Nee, we hebben een aanbieding. Die is deze week geldig. Doei. Maar goed, wat ze schrijven klopt wel. Wat zij schrijven klopt wel. Ze hebben een site, daar staan best wel goede dingen op. Je moet alleen even tussen de commercials doorklikken. En ik ben het met ze eens voor een heel groot deel. Hele grote ogen, met die wenkbrauwen. Dat was eigenlijk al meteen toen ik het interview voor de eerste keer zag, dacht ik, wat kijkt dat mens raar. Echt. Ja, nee, maar wie heeft het ook gehad? Van de... Ik kreeg een beetje zo'n Johnny Kaagman gevoel. Ik ben er heel enthousiast over. Ik vind het super fijn. Ik denk, ja, het klopt niet. Het klopt niet. Die smile is fake, want als je echt lacht, dan zie je hier ook het een en ander gebeuren. Nou, dat zag je niet, want ze was alleen maar zo. Ze gingen op een bepaald moment, toen het moeilijker werd, ging ze steeds vaker slikken. En dat knipperen wat ze de hele tijd deed. Dus het is ook een gigantische afstand. Als je de hele tijd zulke ogen hebt en je knippert. Dus dat valt goed op. Maar heb jij wel een keer bij Nieuwsuur gezeten? Nee. Voel je waarschijnlijk ook niet comfortabel? Jawel, want ik doe elke week media. Ik zit op de radio al 30 jaar. Nee, maar... Nee, precies, maar zei je niet waarschijnlijk. Ja, maar ga dan met een goed verhaal. Nee, dat ben ik met je eens. Ik ben vroeger ook wel eens geïnterviewd. En het enige wat je denkt is, jezus, wat is het hier heet met die lampen? Ja. Dat is het enige wat je... Als jij daar zit en je verhaal klopt, ben je eigenlijk niet zenuwachtig. Want die journalisten die daar zitten... Huh? Het is niet de enige die eerste keer voor de camera zit. Nee, maar die... Die jongens die daar werken, die zijn er ook helemaal voor opgeleid om jou gewoon, weet je, kom mee, we gaan lekker in de blue room zitten, neem een kopje koffie, gezellig. Nou, dit is de interviewer. Dus dat ik geloof niet dat je daar zo zenuwachtig bent. Tenzij er iets niet klopt en je bang bent om betrapt te worden. Nou ja, zij schrijven dus, het is een zekere persoonlijkheid. Nou, dat vond ik in basis misschien wel, maar... Toen ze er een beetje gingen stressen, toen werd ze wat ongefocust. Ik vind het wel super net verwoord. Ik heb daar wat vragen bij geformuleerd. Waarom zat ze daar überhaupt? Dat is de vraag die bij mij opduikt. Waarom zat zij in Nieuwsuur? Wat kwam ze daar doen? Ja, boekpromotie, maar... En je ziet... Ja, ja. We hebben nog even aan hoe heet het, gedacht aan Bam Bam. Programma Bam Bam, dat was een truc. Ja, Rambam, ja. Nou, ze zat als eerste zat ze bij BNR, geloof ik. En ze is vanaf BNR naar Nieuwsuur gekomen. Ja, dat snap ik, want BNR heeft maar één cybercommentator. Ja. Wat mij betreft. Ja. Cyber. Nee, maar nou ja, inderdaad, ze heeft een Nieuwsuur soort... heeft op een gegeven moment ook later gezegd van... Nou, wij hebben dus inderdaad geen check gedaan. Wat BNR gedaan heeft, mag ik Joost weten, maar... Nee. En Sjors ook niet. Nee. Maar daar is het fout gegaan. Het is fout gegaan met BNR. Omdat die dus niet de goede check hebben gedaan. Want als ze dat wel hadden gedaan, had zij namelijk nooit bij BNR gezeten. En nadat hadden ook niet bij Nieuwsuur. Van Nieuwsuur dacht van, oh, ze heeft bij BNR gezeten. Exact. Dus het is goed. En dat is ook wat helpt tegen social engineers. Even ervan uitgaande dat dat haar opzet was. Ik heb met een oplichter wel eens contact. En die stel ik dan de vraag. Wat is nou het kutste wat ze jou kunnen aandoen? Well, dat wil ik weten natuurlijk. En toen zei die. Controle. Als het iedere keer gecontroleerd wordt wat ik zeg. Heb ik geen poot om te zeggen. Ik kom niet weg. Ik kan geen kant op. Als alles gecontroleerd wordt. Maar dat doen mensen niet. En wat jij zegt, dat illustreert dat perfect. Ja, maar BNR heeft het toch al gefact-checked of zo. Nee, natuurlijk niet. Je bent de NOS. Ga je huiswerk doen. Weet je? Maar goed, dan gaan we ervan uit dat zij daar opzettelijk de boel zat te belazeren. En dat denk ik aan dit eigenlijk niet. Ze is doodsbang. Wie heeft er baat bij dat zij daar voor lul zit?
vermeend. Ja, die is uit zijn eigen uitgeverij gestapt of zo. Dat is ook niet helemaal goed gegaan. Er was wat mee. Ja, familie vermeend. Maar wie dan wel? Wie heeft die hele scheme bedacht en die Barbie daar neergezet? Want het is een model. Sherby. Ja. Ja, dat was, dit klopt natuurlijk aan alle kanten niet. En je ziet aan haar dat ze gewoon... Die zit daar gewoon... ik hoop dat ze mijn verhaal kopen. Want wat heeft ze in haar hoofd? Wat zit ze te verkopen? En wie denkt ze dat ze als publiek voor zich heeft? Ja, bijna heel Nederland. Dat is even jammer, want er zitten ook hele slimme mensen tussen. Nou, dan kun je deze afvragen. Hè. Is het psychosomatisch? Of is het pathogeen? Zit er een ziektebeeld? Nou, ik heb vanmiddag even een discussie over. Ja, ik kom uit de psychologie, hè, en werkt met... dat was wel interessant om even doorheen te kijken. Maar we kunnen niet echt, tenminste... Ik geloof niet dat we er helemaal uit waren. Nee. Maar het zou natuurlijk ook kunnen dat ze gewoon echt niet goed bij haar hoofd is. En denkt dat ze... Cyber is, of zo. Dat kan. Dat kan. Aan de andere kant verklaart dat niet deze angst. Maar die presentatie die er tegenover zat, aan het eind van het gesprek, ja? Die maakte haar zin af. Ja, en dat is ook wel... Ja, dat klonk net alsof het helemaal voorgeschreven was wat zij moest zeggen, zeg maar. Ja. Dat die presentatie het zo, afmaakte en al lang wist wat ze allemaal ging zeggen. Klopt, dus precies. Ik vraag me echt af... En zo was haar intonatie ook. Ja. Het was net, vroeger had je die hele slechte acteurs bij Goede Tijden, die ook alles stonden voor te lezen eigenlijk, net met een script in hun hand. Dus het is volgens mij ook gewoon geschreven, of voor een heel korte tijd, en zij moest het ook maar voorlezen of zo. Ja, of, opgedreunde tekst. Dat klopt, dat heb ik ook gehoord. Dus die intonatie was het. Ja. Ja, kan ze nog een andere reden voor gehad hebben? Misschien wilde ze wel gewoon een baantje. Ja. Nee, op een gegeven moment, ze is 48, heb ik opgezocht. Ik vind voor 48 vind ik nog wel, ze is goed onderhouden, zeg maar. Maar ja, ik denk dat je als model inderdaad een keertje klaar bent. Dus misschien was dit wel een soort strohalm. Ja, maar het is ook, zeg maar, er was een discussie over haar leeftijd. Ja. Ze was 30 jaar al bezig met security en uh-huh. Een expert daarin. Dus gingen we tellen 48. Ja. Dat is ook vraag. Precies op je 18e begonnen, dat is wel opvallend. Als, ja. Het was een speculatie geworden, ja. Maar 30 jaar in de security en dan zoiets vertellen? Ja, er waren nog veel meer vreemde dingen. Ik ben altijd spion geweest voor de AIVD op nationale televisie. Dames en heren, ik was het. Huh? Ja, oké, ik ga ook een kamerlid ontmaskeren nu omdat die voor Russische maffia werkt of weet ik veel. En dan denk ik, daar ga je openbaar vertellen en dan kan je niet het thuis vertellen, maar dat zeg je, ja. Ja, het werd steeds bizarder. Nou goed, ik wilde er nog heel even aanhalen, gewoon om even te lachen met elkaar. Maar is dit nou social engineering? Ik denk het wel, maar wie is de social engineer daar? Is zij dat? Is ze dat bewust? Is ze dat omdat ze het moet? Is het iemand anders die haar gesocial engineerd heeft? Het is best wel even een ding om misschien vanavond in de bar nog even over na te denken. Ik vind het wel een hele leuke. Hoe kan dit? Want dat het raar is, daar zijn we het allemaal wel over eens. Ja, ik weet niet of dat altijd zo werkt. Dat is wel iets uitgebreid voor, denk ik. Dat is wel iets, zeg maar, als je gewoon aandachtshoer bent, dan zijn er 100.000 manieren om makkelijker. Ja, dan ga je in Expeditie Robinson of zo. Dat kan ook. Ik zou er geld voor over hebben om een keer met haar in een aflevering van Expeditie Robinson te zitten. Kunnen we dat regelen? Ja, weet ik niet. Niet een hele bitcoin in ieder geval. Dit is de tweet waar ik het over had. Dat is ook een beetje het einde. Ik heb deze al eens gepresenteerd. Toen begon iedereen keihard te lachen. Want obvious, grap, hè? Leuk, hartstikke geinig. Al die criminelen toch. Hè? En nieuwe manier om geld uit je zak te praten. Want voor €1200 vertel ik je er alles over. Ja, is het echt... Tuurlijk snap ik dat het grappig overkomt. Haha, want dan ben jij die crimineel natuurlijk. Maar is dat wel zo? Want zou €1200, ik ken Brenno zijn tarieven niet, hè, of een van jullie. Maar als nou iemand voor die €1200 een middagje komt meelopen in je bedrijf.
en tegen jou zegt dat die appliance van 4 ton met dat servicecontract eraan, dat je dat even misschien niet moet doen, want dat het gewoon bullshit is, dan denk ik dat het goed verdiend is, die 1200. Denk ik. Ja. Dus dat is de dubbele bodem die achter deze tweet zit. Fooling You ben ik trouwens gewoon, de Chinese security filosoof. Ik zal dat in een Nieuwsuur nooit gaan roepen, maar dan weten jullie, dat was ik gewoon. Bottom line, nou, jullie krijgen de slide, gewoon een klein checklistje. Hè. Wees kritisch, daag mensen uit om na te denken. Als iemand met een enquêtebord naar je toe komt, mag ik uw huisnummer en postcode? Sodemiet erop. Waarom? Waarom wil je dat? Of geef ze een fake. Ja, dat kan ook. Maar waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat doen? Ik wimpel ze gewoon. Ik zeg gewoon, sorry, klaar. We hadden laatst weer een paar bij me aan de deur. En die hadden een pasje. Dat vond ik trouwens als afsluiter. Superleuk verhaal. Ja, we zijn van de vriendenloterij. Ik zeg, ik heb helemaal geen vrienden. Ja. Nee, maar we komen u dit keer een cadeau geven. Ik zeg, oh, zomaar een cadeau. Hartstikke leuk. Ja, want... U krijgt dan gratis een paar loten. Oké, nou ja, wacht even. Ik heb toch maar gezegd, jongens, liever niet. En ik weet niet eens precies wat de motivatie is. Ik denk, nou, dit voelt niet goed. Maar ook dat kan, hè. Je krijgt een gratis lot. Of zoiets. Of zoiets. Dit gebeurt gewoon elke dag. Die gasten komen aan je deur. Exact. Weer zo'n ECI-boekenclub constructie waar je nooit meer uitkomt. Trouwens, verschillende porno-distributeurs hebben dat ook. Slechte porno trouwens, niet doen. dit is een beetje de checklist om doorheen te lopen. Hè. Herken ook die dingetjes, die tijdsdruk, die schaarste. Zorg gewoon dat je alarmbellen ontwikkelt voor dit soort rarigheden. En dan kun je gewoon weer veilig naar Nieuwsuur kijken, want dan kun je hooguit lachen om dat soort mensen. Nou, ik heb een website, die heb ik maar eens een keer opgezet. Omdat mensen er wel eens naar vragen. Van joh, je schrijft dan van die stukjes. Waar dan? Nou, daar dan. Stierenmest.nl. Eskimo kun je gewoon mailen. Dat is dan het mailadres. En voor de rest is het Marcel van der Velde op de Twitters en de Facebooken en de andere dingen. Dus ik hoop dat ik er weer wat volgers bij heb op Twitter. Dat is toch de main reason dat je hier staat, of niet? Nog iemand een kubus voor zijn hoofd? Of? Ik vind dat ding echt awesome, moet ik wel zeggen. Echt tof. Je had het zojuist heel eventjes over Facebook en over de algoritmes van Facebook. Ja. En ik weet niet of je bekend bent met de plugin, maar hij is eigenlijk best wel leuk. Ik zal hem eens aan jou geven. Je hebt de Data Selfie plugin van Chrome. Data Selfie? Ja, die is echt briljant. Die geeft je nou een klein beetje inzicht van wat Facebook van jou verzamelt. Dus Die kijkt mee met jouw Facebook gebruik voor... bepaalde periode. En bij mij is dat Nu een paar maanden. En dan krijg je dus echt... En als je naar beneden scrolt... We pakken laptop. Oh, ben jij dat? Wacht even. Ja. Dan zie je political views. Je ziet wat voor vrienden, wat voor of je voor of tegen wapengebruik bent. Dat soort dingen. Maar dat soort dingen kunnen we straks even naar kijken? Want ik wil iets meer van weten daar we nu tijd voor hebben, denk ik. Ja, maar erg ik vind hem heel leuk. Dat is wel tof. Ja. Op Twitter krijg ik 30 Marcel van der Veldes. Dus heb jij ook een concrete Twitter-handel? Als je daar in combinatie met Social Engineer. Eskimo. Er is ook een Twitter-Eskimo-account. Kan ook, maar daar praat ik eigenlijk niet zoveel op. Dat is, die is een beetje slapend. Is gewoon om te zorgen dat niemand hem jat. Radio Aalsmeer doe ik vrij veel dingen voor. Dat zie je ook wel terug in die profielen. Wie? Kan ik eigenlijk eens een keer de dingen... Ja. Terwijl we wachten op de... Gaan we met een clubje bij elkaar zitten. Wij hebben een radiostudio, want we maken heel veel radioproducties. En ik ben er al heel lang mee bezig, maar het gaat nu toch eindelijk gebeuren. We gaan een podcast maken die Angry Nerds gaat heten. En hou die in de gaten, want dat is superleuk. Brenno die zit daar onder andere bij. We hebben Hans van der Looy uitgenodigd om te komen. Nou, die kennen jullie ook wel. Oscar Kuro van KPN. Nog wat mensen. En dat gaat binnenkort toch echt wel gebeuren. En dat wordt heel erg leuk. Zie je het een beetje als 6 nerds met microfoons die even het nieuws gaan doornemen van een maand. Dus
Leuk, leuk. Maandelijks. Zijn er nog andere vragen? Maandelijks, voor ja. Marcel? Nee? Okay. Moest hem even pluggen. Natuurlijk. Hey, dan wil ik je hartelijk bedanken voor deze interessante talk. En dan, dames en heren, hartelijk applaus voor Marcel. Volgend jaar weer. Erg gaaf, dankjewel.